All right. Let's do it. Wauw, dat zijn veel mensen. Hoi. Wauw. Kijk eens aan. Goedemiddag, hoe is het met jullie? Hoe is het? Alles goed? Ja? Good, great. Ik ben Roger en ik ben jullie gids van vandaag. En wauw mensen, we hebben het gevonden. Dat daar is die magische Maya-tempel waar de legende over spreekt. En volgens de telling van de Maya's zal vandaag iemand uit de tribe de staf vinden. En daarmee de nieuwe chief worden from the tribe. Zo, laten we op onderzoek gaan. Wauw, heb je dat gezien? Daar helemaal bovenin? Nou, ronde ding, dat heet een Maya-zegel. En zo'n Maya-zegel kan je van alles vertellen. Wat is dat? Wow. Kijk, de Maya's! En hij heeft de staf! Huh? En hij pakt de staf af! Hi Maya's, hi. Hey, ik ben Roger. Shh. Oh, en daar zijn de mensen. Mensen op 1, 2, 3 zeggen hi Maya's, oké?
1, 2, 3. Hi, Maya's. Wauw, hartstikke goed van jullie. Oh, Maya's, ik denk dat jullie hebben een heel groot probleem. Want jullie stof is in het water. So, je moet kijken, waar is de stof? Wat? Hey, oh, wow, 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 that's my... Ow, ow, that's my foot. Terug, hey, stop. Wow, Maya, stop. Luister, jullie hebben een probleem. Kijk in het water, waar is de stof? Is die hier, is die daar? Waar is de stof, oké? Wat? Maya's, stop. Wacht, wait. Het water is veel te donker om te kunnen zien waar is de stof. We moeten denken, hebben we iets waardoor we het water licht kunnen maken? Alright? Wat? Hebben we een idee? Nou, dat is goed van jou. Wauw, en snel ook. Ja? Oké. We wachten op. Even een minuut. Een emmer? Wat ga jij doen? Ga je het water eruit schrijven of wat? Ah, kijk. De menselijke fakkel. Dat is een goed idee. Alright, laat mij uitleggen hoe dat werkt. De menselijke fakkel krijgt op zijn rug twee keer het doel. En die is doordrenkt met benzine. En als hij zichzelf zet in vuurvlam, zullen de temperaturen oplopen tot 900 graden Celsius. Oh, en kinderen, onderhoud dit heel goed. Vuur is erg gevaarlijk. Zo, nooit spelen met vuur. Oké? Alright, laat ons zien hoe dit gaat. Moet hij snel zijn, maar het kostuum wordt zwaarder en zwaarder. Ha, maar hartstikke goed van jou. Wow! Wat? De stof is daar? Oké, that's cool, that's great. Dank je wel. Alright, nu weten we, de stof is daar. Zo, nou het is simpel. We moeten naar de bodem en we pakken het weer de stof weer op te komen, oké? En wat? Ik wil er nog even, ik denk dat het beter is om een beetje hoger op te zoeken. Ja? Yeah? So, let's go up! Alright! Oké. En laat ons zien of de Maya's een beetje kunnen duiken, alright? Oké. Was dit nog daar? Waar was dit dan? Ja, ik dacht daar. Dat is een beetje zijn, nee, meer uit die kant. Ik dacht daar. Nee, stop aan! Nee! Oké, Maya's, luister. Laat maar springen. 1 voor 1. Oké? Oké. Hey, hi! Je gaat voor daar. Dat is slim. Ja. Met een springtouw. Huh? Oké. Alright. Maya, luister. Het is belangrijk bij duiken is dat je een beetje aanloop neemt. Je gaat rennen. En dan duik je naar beneden. Oké? Ja, rennen. Oké, let's go. Ik bedoelde van een duikpakket voor hem. Oké, weet je, wat is het? Het water is koud? Nee, it's okay. It's okay. Come on. Alright. Oké. Oh ja, ander ding bij zwemmen is kikker, vliegtuig, potlood. Kikker, vliegtuig, potlood. Ah, you get it, right? Oké. Ja, Maya. Oh, dat is ook voor onderwater. Oh, hi! Jij gaat voor daar! Ja, het is een beetje diep. Het is 3 meter. Gaat het goed? Ja? Wow! Maya! Voor 7. Are you okay? Sounds good. Okay, cool. Wat heb je een idee? Oh, je gaat. Oh, wacht even. Ja. Kinderen mogen even hier komen staan, want hij gaat een heel bijzondere sprong doen. Kun je het hier iets beter zien? Kom.
kom even hier. Laat je mobiel maar lekker liggen daar. Kom maar, een beetje aan deze kant, een beetje die kant op. Deze kant op, deze kant op. Kom maar, ga maar staan. Ja, zo, ga je straks doen, aan het eind, ja? Hou je vast. Oké, goed kijken, hè. Alright, een beetje die kant op, ga maar die kant op. Dat werkt het best. Oh, mama, stop! Nee, Maya! Kind of what you do? Oh, sorry. Oh, nou ga snel maar weer zitten, oké? Okay. Oh, was dat leuk? Oh, gelukkig maar. Oh, jij bent ook helemaal naar. Nou, lekker zitten. Alright, wat is het? 1, 2, 3, 4, 5. Jullie gaan met z'n allen tegelijk. Nou, maar dan een beetje snel achter elkaar, oké? Okay? Ga maar snel weer zitten, jongens. Ga maar snel zitten. Nee, nu word ik te flauw een keer. Oké, okay, go. Oké, okay, ze gaan heel snel achter elkaar naar beneden duiken. Dat is goed, ja? Oké, okay, en duiken. Nee, niet stoppen. Nou, wat? Maya is wat? Maya, stop. Oké, okay, sta snel terug. Nee, wat stop? Oh, Maya. Oké, okay, luister. Iedereen weer even op de kant. We beginnen gewoon weer even. Over de... Oh, hi. Oeh, je ziet er een beetje boos uit. Hij vraagt, wat zijn jullie aan het doen? Nee, is het niet leuk? Jullie spelen maar een beetje. Oh, goed kijken. Oh, hij gaat het voordoen. Haha. Alright. Zo, Maya's, kijk en leer. Kijk en leer. Ah. Nu jullie begrijpen wat is de bedoeling? Ja? Alright. Dan gaan wij nu over naar de serieuze zaken van vandaag. Oké. Alright. Here we go. Let's go. En nu dat de Maya's weten wat is de bedoeling, gaan we over naar het serieuze werk. Jij begint op de springplank. Let's go. Kijk, that's more like it. Oh, laat vooral niet vergeten. De stap, alright? Oké. Hey. Ja, jij gaat. Alright. Hier is de plateau. Wow! Oké, laat eens zien. Heb je de staf? Niet de staf! Hey, ja, jij gaat nu? Oké, let's go. Let's do it. Hey, wow! Heb je de staf? Niet de staf. Alright, let's go. Hey! Wow, jij bent hoog! Hi! Niet de stap, maar ik denk dat die eerste is daar. Ik denk daar. Nee, daar was die. Oké, luister. Ik denk dat daar is de stap. Go! Ja, ja, go get it. Oké, right on the spot. Let us see. De staf? Nee, de staf. Guys, come on. Jij gaat proberen. Zie je de staf? Oké, okay, good. Hoi! Oké, heb je staf? Nee, de staf. Ai, 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 ai. Maar het was this close. Het was bijna. Alright. Jij gaat nog een keer verboven? Alright, let's see it. Tegelijk.
Hassie. Heeft niet de stap? Ook in de stap. Ai, 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 ai. Hé, maar je idee was terug. Twee keer is altijd beter dan één keer. Ja? Wat ga je doen? Ja, ik ben er. Ook weer met twee. Oké. Okay. Twee kans. All right. Ja, ja, I know. Twee tegelijk. Niet de stap, niet de stap. Ai, ai, ai. Dat is een beetje laat. Wat? Hey! Wauw! Met twee van... Wat? Oh, dat ziet er gebouwd uit. Wat? Okay, it's okay. What? What is it? 1, 2, 3. 3 tegelijk. Wow, 3 tegelijk. Van een 2 keer voor een duimplank in 1 keer plateau. That's cool. Okay, we hebben nog 3 keer kans. Laten we zien. Niet de stap, in de stap. Ook in de stap. Maya. Luister. 1 is niet genoeg. 2 is ook niet genoeg. 3 is niet genoeg. Wat kunnen we doen? Wat? Met 5? 5. Hij zegt met 5 tegelijk. Nee. Stop. Maya zegt wel stop. 1, 2, 3, 4, 5 tegelijk. Wie wil zien? Met 5 tegelijk. Kom op. Hey. Oké. Met 5 tegelijk en dan lukken. Ja? Yeah? Alright, let's go. Go. Oké. Maar deze sprong is extra moeilijk en gevaarlijk. Want niet alleen in de lucht, maar ook onder water zullen de Maya's dicht bij elkaar in de buurt komen. Zo, het grootste gevaar is de botsing onder water. Alright. Oké. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, plateau. Hey, plateau. Ze gaan met 2 op 1. Haha! De Maasdive! Cool. Okay, what? Oh ja, wie heeft de stap? Wie heeft de stap? Niemand? Oké, maar niemand de stap? Oh, dan hebben we een serieus probleem. Iemand nog een idee? Wat? Mensen, nou, ik kreeg 5... Van boven? Maar dat is 25 meter hoog, dat is heel hoog. Weet je dat heel zeker? Oké, luister. Zij zegt... Iemand gaat naar boven, naar 25 meter hoog, die duikt naar beneden, die pakt de stap, die brengt hem terug op de kant. Het is cool! Wat? Nee. Hoog, stop, wacht. Wie wil zien van 25 meter? Wow, kijk. You're outnumbered. Dus heel veel tegen me. Oké, luister. Dit is wat wij gaan doen. Jullie gaan staan op een mooie nette rij, oké? Oké, en wij gaan tellen 1, 2 en 3. En dan de moederste Maya, die doet een stap naar voren en die gaat naar 25 meter hoog. Oké? Wij gaan tellen. Kom niet. 1, 2, 3. En de moederste Maya. Waar ben jij? Wow, nou, hartstikke goed van jou. Spontaan ook. Alright. Gaan we klaarstaan. Oké. Jij gaat helemaal naar boven. Naar 25 meter hoog. That's cool. Alright.
Deze moedige Maya klimt nu naar boven, naar 25 meter hoog. En als hij eraan komt en hij kijkt naar beneden, is dit water niet meer als een klein emmertje water onder je balkon. En als hij gaat springen, dan komt hij met een snelheid van 90 km per uur terecht in dit water. En dat is alleen maar 3 meter diep. Zo, dat is even voor een beeld voor me. Stel, u rijdt 90 met die auto. En je wil hem laten stilstaan binnen 3 meter. Dat is absoluut onmogelijk. Maar dat... Wat? Wat is er nou? Maya, stop, stop. Wow. Oeh, hi. Luister, kijk even naar boven. Ja, kijk daar eens. Je moet kijken. Jawel, dat is 25 meter. Maya, je moet naar 25. Moet je hoger? Oké. Hoger, hoger. Wij zijn trots op jou. Alright. Ik durf niet te kijken. Hij is nu boven aan aangekomen en ik vraag aan u een applaus. Zo hard dat ik kan horen op 25 meter. Volgens Maya, Diego! En ik vraag stilte en concentratie alstublieft. En wacht u even met die applaus tot hij uit het water is en hij zelf kan horen, oké? Alright. Dames en heren, jongens en meisjes, The Avonturenpark Hellendoorn presenteert The High Dive. Ik kan het wel een keer proberen. Oh, daar is hij! Ja, daar is die! En wow. Dames en heren, jongens en meisjes, jullie Maya, Diego! Wow, great! Wel, en hiermee zijn we aan het einde gekomen van ons avontuur. Wij vonden het tof dat jullie erbij waren. We hopen dat jullie hebben genoten. We wensen jullie nog een fijne dag vandaag. En we zien elkaar vast weer in de Avontuurpark Hellendoorn! Nee, wij komen nog even naar voren voor een high five of een foto, zo kom ook naar voren. En zometeen om 3 uur is er een Kaaltje en de Jasmijn Show in het Gouden Tjadenpaleis. Jullie mogen even achter het hekje blijven staan. Maar achter, hartstikke leuk.